Extreem weer in Nederland met een tornado dwars door hartje Amsterdam. Voor het eerst konden we voelen hoe het is om met 40 graden buiten te lopen. En er was deze zomer een uitermate mooi beeld van licht onder nachtwolken. Dit is het weerjaaroverzicht van Weerplaza. ...2019 zit er bijna op en opnieuw hebben we te maken gehad met een warm jaar. Er zijn veel temperatuurrecords gebroken, verreweg de meeste waren warmterecords. Het klimaat is een hot topic momenteel. De warmte zorgt er bijvoorbeeld voor dat we ook steeds vaker met extreem weer te maken gaan krijgen. Dit jaar hebben we daar al veel voorbeelden van gezien. Als we de maanden op een rijtje zetten, dan zien we dat de meeste maanden weer warm zijn verlopen. Alleen mei en november verliepen kouder. De junimaand was bijzonder. Het werd de warmste junimaand sinds de metingen. Maar naast al deze warmte hadden we gelukkig ook nog wat winterweer. Niet bij elkaar, niet bij elkaar. Na een natte en zachte december brak er in januari een koude periode aan. Van 18 tot en met 25 januari hadden we met echt winterweer te maken. Het vroor streng en de Bild noteerde zelfs twee ijsdagen. Op 22 januari viel er op veel plaatsen sneeuw. Gedurende deze periode kon er hier en daar ook even op natuurijs geschaatst worden. Op 25 januari werd de koude lucht verdreven. Dit ging gepaard met regen en ijzel. Vooral de noordelijke provincies kregen met gladheid te maken en er gebeurden diverse ongelukken. Het KNMI gaf voor de IJssel code oranje uit. In februari leek het in het begin nog even koud te worden, maar al snel werd het vrij zonnig en zacht weer. Op de 25e werd het tussen de 18 en 20 graden. Twee dagen later werd het in Arsen zelfs 20,5 graad. De hoogste februari- en wintertemperatuur ooit gemeten in Nederland. Uiteindelijk werd het de laatste wintermaand gemiddeld bijna 3 graden warmer dan normaal. Samengevat was de winter van 2018-2019 zeer zacht, zeer zonnig en qua neerslag vrij normaal. Met een gemiddelde temperatuur van 5,2 graden kwam deze winter op een 9e plek in de top 10 van zachtste winters. 2019 was niet een bijzonder jaar als we naar de wind kijken. Het stormde af en toe wel eens aan zee met windkracht 9, maar een zware storm, windkracht 10, kwam er niet voor. Toch was er een fors windveld op 10 maart dat voor flink wat schade in het zuiden van het land zorgde. De meteorologische lente was nog maar net begonnen of op zondag 10 maart werd er door het KNMI voor de zuidelijke provincies al code oranje uitgegeven. Boven land werden windstoten verwacht van ruim 100 km per uur en aan zee windstoten van ruim 120 km per uur. De wind zorgde overdag voor veel overlast. Meerdere bomen waaiden om en enkele auto's en gebouwen liepen schade op. In het binnenland werden uiteindelijk ook windstoten van ruim boven de 110 km per uur gemeten. In Zeeland stormde het enige tijd. De lente verliep uiteindelijk iets te zacht, vrij droog en zeer zonnig. Mei was kouder dan normaal en dat is in deze tijd opvallend. De gemiddelde temperatuur lag zo'n 1,5 graad lager dan normaal. Opvallend deze lente was ook dat er geen enkele zomerse dag werd genoteerd in de Bild. Normaal voor de lente is 4 zomerse dagen. En toen begon een meteorologische zomer. Op 2 juni werd in de Bild direct een tropische dag genoteerd. Uiteindelijk kwamen er in de Bild 9 zomerse dagen en 4 tropische dagen voor. In het zuiden van het land werd het nog gekker, werd het nog warmer. 17 zomerse dagen werden er geregistreerd en 6 tropische. Daar was ook de eerste regionale hittegolf van dit jaar een feit. De hitte ging soms wel gepaard met zware regen- en onweersbuien die lokaal voor flink wat overlast zorgden. In juni werd er door het KNMI 4 keer code oranje uitgegeven voor zware onweersbuien en zeer zware windstoten. Bij de buien van 4 juni werd ook een tornado waargenomen die in Rhede een spoor van vernieling achterliet.
Uit onderzoek bleek dat er op die dag waarschijnlijk meerdere tornado's over het land zijn getrokken. Op 5 juni ontstonden 's avonds boven Utrecht en Noord-Holland zeer zware onweersbuien die voor veel schade zorgden. Ook kwamen er meldingen van hagelstenen zo groot als golfballen. Er werden meer dan 70.000 bliksemontladingen geregistreerd. Gelukkig bereikte slechts een klein percentage de grond. Voor Marco Borsato en zijn publiek betekende de buien in elk geval een nat pak tijdens zijn concert die avond. Op 7 juni bleven de verwachte buien uit, maar 19 juni was het wel weer raak. Toen brachten de buien vooral veel water en lokaal kwam het tot wateroverlast. In Utrecht stortte het dak van een bouwmarkt in en kwam de A27 deels onder water te staan door de vele regen. Juni viel niet alleen op vanwege de zware onweersbuien die overtrokken. Er waren deze maand ook prachtige licht onder nachtwolken te zien. Op verschillende avonden stonden ze aan de hemel. Maar 21 juni stak er bovenuit, want toen stonden de wolken zeer hoog. Zelf stond ik op deze plek en maakte ook foto's. Maar hoe ontstaan licht onder nachtwolken eigenlijk? Lichtende nachtwolken geven zelf geen licht. De wolken reflecteren het licht van de zon die net onder de horizon staat. De wolken drijven op zo'n 80 kilometer hoogte, veel hoger dan de wolken die we normaal zien. En dus ook veel hoger dan bijvoorbeeld sluierwolken, die zich vaak rond zo'n 10 tot 12 kilometer ophouden. Op 80 kilometer hoogte, bij temperaturen van min 100 of nog kouder, zweven stof- of gruisdeeltjes. Bij ideale omstandigheden kan hierop rijp ontstaan. Deze ijsdeeltjes glinsteren in het licht van de zon dat langs de aarde schampt. Rond de langste dag van het jaar is de kans het grootst om deze wolken te zien. Omdat het op deze hoogte ook erg hard kan waaien, lijkt het soms of de lichtende nachtwolken dansen aan de hemel. Ook waait de wind met verschillende windsnelheden, waardoor de lucht als het ware gaat golven. Hierdoor zijn er vaak mooie ribbelstructuren te zien. Prachtig, hè? Juni werd uiteindelijk ook de warmste junimaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was 18,1 graden tegen 15,6 graden normaal. Die warmte van juni beloofde veel goeds voor de vakantiegangers die in eigen land op zoek waren naar warmte en zon. In het tweede deel komen we er wel op terug op die warmte. En dan kijken we ook naar hoe een tornado door Amsterdam trok. Maar vandaag is het helaas niet zo'n warme dag en ik ga dus gewoon lekker de warmte binnen opzoeken.